Hi, ben je er klaar voor om coach of trainer te worden? En jezelf ook echt coach of trainer te kunnen noemen? Ik geef zelf heel veel NLP-opleidingen en veel deelnemers aan mijn NLP-opleidingen zijn vaak mensen die ofwel coach of trainer willen worden of het al doen. En ik merk dat een van de grootste blokkades van mensen die coach of trainer willen worden of het al zijn, is eigenlijk het zelfbeeld. Kan ik mezelf wel een coach of kan ik mezelf wel een trainer noemen? Verdien ik dat wel om de positie als het ware te hebben om andere mensen te kunnen helpen en andere mensen te kunnen inspireren? Of moet ik daarvoor eerst zelf perfect zijn? En ik herken dat. Iedere keer dat een deelnemer van mijn opleiding me dat aangeeft, dan herken ik dat. Want ik werk zelf nu inmiddels iets meer dan 7 jaar als coach en trainer. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik zeker in het begin die twijfels gigantisch sterk had. Toen ik zelf begon met coaching en training geven, toen was dat in eerste instantie om mannen te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en beter te liggen in de datingmarkt. Nou, wat ik daarvoor deed is dat ik heel vaak ging stappen en met mannen letterlijk de kroeg in ging om ze daar te pushen om met aantrekkelijke vrouwen te praten en eigenlijk hun droomvrouw uiteindelijk daar te kunnen vinden. Nou, ik kan me nog herinneren dat terwijl ik dat deed en eigenlijk ik gigantisch positieve referenties kreeg, dat een heleboel mannen me aangaven van wauw, ik ben echt geholpen. Ik heb de beste avond tot nu toe uitgehad of de beste avond waarin ik geen alcohol op heb. Tot nu toe het meeste lol wat ik ooit in mijn leven gehad heb ongeveer. Maar tegelijkertijd twijfelde ik heel sterk aan mezelf. Tegelijkertijd had ik zoiets van ja, maar ben ik dan zelf wel goed genoeg? Ben ik zelf wel aantrekkelijk genoeg om mezelf een datingcoach te kunnen noemen in die tijd? Dus tegelijkertijd was er wel die twijfel van oké, kan ik dit wel goed genoeg? En ik merkte dat ik om dat te gaan compenseren, dat ik gigantisch veel moeite daarin aan het steken was. Het is natuurlijk hartstikke goed om de moeite erin te steken om jezelf continu te willen verbeteren. Alleen wat ik merkte is dat ik voor mezelf in die tijd de lat echt hier had gelegd. Ik had echt zoiets van oké, om een coach of trainer te zijn, om andere mensen te moeten kunnen helpen en begeleiden, moet ik ontzettend goed zijn. Moet ik dit zelf tot in de puntjes beheersen. Nou, dat is natuurlijk heel waardevol, want ik heb zelf ook gemerkt in die tijd, ook later toen ik bijvoorbeeld verkopers ben gaan coachen, toen ik mensen ben gaan helpen om presentaties te geven en ook andere coaches en trainers ben gaan opleiden, heb ik gemerkt van ja, hoe beter je iets zelf kan, hoe beter je iemand anders ook kan inspireren. En hoe meer iemand het onderbewust kan aanleren en kan opnemen. Om een voorbeeld te geven, toen ik bijvoorbeeld zelf naar Tony Robbins' training ging, een van de beste coaches en trainers ter wereld, daarna merkte ik direct dat mijn eigen training en mijn eigen coaching direct van hier naar hier ging. Omdat als je bij mensen in de buurt bent die ergens gigantisch goed in zijn, dan kan je dat als een spons gelijk opnemen. Dus hoe ambitieuzer je bent en hoe hoger je die lat hebt liggen, hoe beter. Mits het niet jouw huidige niveau in de weg staat. Want het is heel verleidelijk om continu te zeggen van hey, maar als ik zo goed ben, dan kan ik mensen pas echt effectief inspireren. En hier is eigenlijk nog niet goed genoeg. Dat punt, wat het ook is, welke vaardigheid waar je je ook op meet. Dat punt hier, als dat nog niet goed genoeg is, dan voelt het alsof je het nog niet verdient om mensen te helpen. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. Als je op dit moment het gevoel hebt dat je op dit punt bent. En je het gevoel hebt dat dit niet goed genoeg is. Dan ga je nooit hier komen. Want het gevoel hebben van niet goed genoeg zijn om coach of trainer te zijn, dat staat je in de weg om überhaupt die coaching of die trainingen te geven. En als je er niet mee oefent, dan ga je ook nooit zo goed worden. Dus als ik naar mezelf kijk, naar mijn eigen verleden, toen ik begon, op mijn 19e begon ik om mezelf datingcoach te noemen en toen ben ik daar heel erg mee aan de slag gegaan, is ik had een heleboel twijfel aan mezelf. Ik vroeg mezelf af, oké, kan ik dit eigenlijk al wel goed genoeg? En ik was gigantisch veel bezig om maar beter en beter te worden. Alleen er was één ding waar ik tot op vandaag nog gigantisch blij mee ben. En dat is dat ondanks al die twijfel die ik had, dat ik het wel deed. De eerste videoblogs, zoals deze die ik begon op te nemen, was ook rond mijn 18e. En al die tijd ben ik er gewoon continu mee bezig geweest. En ik heb gigantisch veel video's gemaakt, inmiddels iets van 300-400. Waarbij ik dacht van oké, shit, is dit wel goed genoeg? Gaat het wel? Lukt het wel? Komt het wel goed genoeg over de boodschap? Is het wel duidelijk? En continu die twijfel aan jezelf. Alleen wel continu die actie blijven ondernemen. En dat is echt wat ik je mee wil geven.
Want als die twijfel, dat je afvragen van, hey, kan ik dit wel? Ben ik hier wel goed genoeg in? Als dat voor jou in de weg staat om er überhaupt mee te beginnen, dan ga je er ook nooit zo goed in worden. En dan ga je nooit die stappen ondernemen om inderdaad 100, 200 video's te maken, om 100, 200 mensen persoonlijk te gaan helpen en te begeleiden, waardoor je echt gaat merken wat nou het verschil is, wat het verschil gaat maken om een effectieve coach of trainer te zijn. Dus mijn eerste advies daarin is echt, begin er gewoon mee. Wat het dan ook is wat je nu tegenhoudt, begin ermee, ga andere mensen helpen, doe het gratis als je nog niet het gevoel hebt dat je geld kan vragen voor je diensten. En zorg dat je in ieder geval op die manier het zelfvertrouwen opbouwt, dat je steeds meer mensen helpt, zodat je uiteindelijk echt het gevoel hebt van, hey, ik kan dit gewoon, ik kan mensen helpen, ik kan een inspiratie zijn voor andere mensen en dit levert echt waarde. Dat is mijn tweede advies. Als je namelijk twijfelt over, ben ik wel goed genoeg als coach of als trainer, is vraag jezelf dan af, gaat het hier om mij of gaat het om de ander? Gaat het om de persoon die ik eigenlijk zou willen helpen? En want die twijfel aan jezelf, wat ik zelf echt heb gerealiseerd, wat voor mij uiteindelijk het verschil heeft gemaakt om die twijfel los te kunnen laten, is dat ik me realiseerde van, hé, maar wacht eventjes. Die twijfel aan mezelf, ben ik wel goed genoeg als coach of trainer, is heel egocentrisch. Dat gaat om mij, om mijn eigen twijfel, om mijn eigen zelfbeeld. Terwijl je bent juist een effectieve coach of juist een effectieve trainer, als je jezelf eventjes buiten beschouwing kan laten en de aandacht volledig bij de ander kan neerleggen. Het gaat namelijk in dat opzicht niet om jou, het gaat om, oké, degene die bij je komt, jouw coachie. Wat voor vraagstukken heeft hij? Wat voor belemmeringen heeft hij? Wat voor obstakels? Wat voor doelen heeft hij? En kan je jouzelf buitenspel zetten en je aandacht volledig bij de ander leggen, zodat je die ander echt kan helpen met hetgene wat voor hem of haar op dit moment in de weg staat. En dan ben je werkelijk effectief bezig. Dus daarom wil ik je bij deze uitdaging is, als je die twijfel aan jezelf hebt, denk er eens over na, ben ik op dat moment met mezelf bezig of ben ik met de ander bezig? En hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik de aandacht meer bij de ander plaats? Als je dat voor jezelf in je achterhoofd houdt, dan ga je werkelijk effectief kunnen coachen en training kunnen geven. Dat was mijn boodschap voor vandaag. Ik wens jou heel veel succes in jouw carrière als coach of als trainer. En we spreken elkaar snel. Ciao!